10 jaar geleden gingen de superbikes door de 200 pk grens. En sindsdien de S1000 RR, maar bijvoorbeeld ook de nieuwe GSX-R, de nieuwe Fireblade. 200 pk, echt, het was eigenlijk allemaal niet meer zo heilig. En die motorfietsen zijn daar op straat compleet kansloos geworden. Als we die lijn doortrekken, dan gaan we binnenkort ook naked bikes kansloos vinden voor op straat. Desondanks heet deze motorfiets toch echt Street Fighter. Ducati heeft hier namelijk een straatmachine neergezet die in feite een Panigale V4 is zonder kuip. 208 pk, 198 kilo rijklaar. Is dit nog wel straatwaardig? Dat gaan we vandaag uitzoeken. De Street Fighter V4S is in de basis dus gewoon een Panigale V4S. Voor zover je een Panigale V4 gewoon kunt noemen. Daar deelt hij dus zoveel mee dat je echt wel kunt spreken van een naakte Panigale. Hij heeft dezelfde elektronische vering van Eulens. Hij heeft ook dezelfde dikke stielen maar remklauwen van Brembo. Maar de verschillen die zijn wel serieus te noemen. Ik kijk alleen al naar de dubbele vleugels. Eerste vraag, waarom dubbel? Want de Panigale V4R en de nieuwe gewone Panigale V4. Die hebben een enkele vleugel. Nou, heel simpel. Street Fighter. De naam zegt het al. Straatmotorfiets. Ze willen eigenlijk vergelijkbare downforce creëren met een smaller profiel. Dat is het idee, want je moet ermee door het verkeer kunnen. Je moet hem kunnen parkeren bij je schoonmoeder op de stoep. Dus daar is over nagedacht. Waar dan iets minder over nagedacht is, is dat de spiegels eigenlijk heel groot zijn. Groot genoeg, zou je denken, maar ik zie alleen mijn ellebogen. Dat soort dingetjes zijn nog wel redelijk racy. Meer Panigale V4 dan Street Fighter V4, als je het mij vraagt. Maar verder, de zithouding met het hogere zadel is comfortabeler. Stuur is ook lekker, maar nog steeds wel agressief. Dus in die zin, er is nagedacht over om er echt een straatmachine van te maken. Zonder eigenlijk heel veel concessies te doen op wat de Panigale V4 een hele goede motorfiets maakte. Ook voor op straat trouwens. Ik heb hem in 2018 nog mijn motor van het jaar gestemd. Dus deze naked versie zou beter moeten zijn. En ook kunnen wat die kan. Nou, wat dat betreft bouwt hij op een hele goede basis het Stradale V4 blok. Het is een kanon. Het is ontwikkeld vanuit de MotoGP. Het is bloedsnel. Het is met 208 pk gruwelijk sterk. 123 Nm koppel. Nou, ik heb me nog nooit bij een Panigale V4 afgevraagd hoe zou deze zijn met meer koppel. Meer heeft hij niet. Wel breder aanspreekbaar. En als ik zeg breder aanspreekbaar, eigenlijk overal is het gas geven en gaan. Het werkt super makkelijk. Nou, het is een naked bike, dus je zit volle bak in de wind. Het dashboardje zou voor het gevoel heel veel turbulentie moeten geven. Zo pontificaal als ze het er nog achteraf op hebben gezet, zo voelt het een beetje. Maar vooruit geen windbescherming, dan wil ik in ieder geval geen windturbulentie. En vraag me niet hoe, maar dat heeft Ducati wel voor elkaar. De turbulentie is nihil. Is eigenlijk, gewoon, zeker voor een naked bike, prima voor elkaar. Straatmotorfiets wil je dan dus ook wel iets praktisch van deze Street Fighter. En je hebt onder het bijrijderszadeltje nog een klein beetje ruimte. En als ik zeg klein beetje, dan is daar geen lettergreep van gelogen. Ja, ik weet eigenlijk niet wat je erin zou stoppen. Misschien je portemonnee nadat je, hou je vast, €26.590 betaald hebt. Goedkoop is hij niet. Eigenlijk zijn alle dingen waarover je wil klagen bij de Street Fighter V4. Dingen waarover je mag klagen voor dat geld. Zoals het zwarte plastic spatbord, dat zelfs die supergave dubbele vleugels. Het is gewoon weer zwart plastic. De kap om de uitlaat is allemaal heel veel. Het voelt wat goedkoop aan voor een motorfiets die... Nou, kijk er eens naar hoe exclusief dit eruit ziet. Dat zwarte plastic doet hem geen goed. En dat is jammer, want verder... Dit stuurt bizar goed. De bocht in, je hebt heel veel gevoel. Dat komt natuurlijk deels door dat rijwielgedeelte wat geënt is op dat van de Panigale V4. Dus dat is top. Ook de Eulensvering werkt perfect mee. Die Brembo remmen voor op straat, nou, overkill dekt de lading niet, het zijn serieuze ankers. Maar het werkt, het klopt, het zit goed in elkaar, die extra balans van de langere achterbruggen werkt ook goed. Maar het is vooral dat power, echt vermogen kun je perfect kwijt. Het trekt als een malle, serieus, je kunt dagenlang rijden en niet boven 5.000, 6.000 toeren komen
en nog steeds wel serieus aan het doorrijden zijn. Maar dit ding gaat tot 14.500 toeren. Dat is serieus. Nou, goed moment misschien, maar warmte vanaf het blok valt ook enorm mee. Ik ga nog wel even. Blijf deze nieuwe V4 Street Fighter toch elke keer maar weer vergelijken met de oudere Street Fighters, de V2 versies. En de belangrijkste conclusie die ik daar dan uit zou trekken is dat al die fietsen net zo gaaf zijn als deze. Alleen die hebben niet de vangnetten die deze heeft en al helemaal niet de veiligheid die deze heeft. Want behalve dat die dingen compleet knettergek zijn en deze dat ook is, kan de V4 Street Fighter ook, die kan zich gedragen. En dat zorgt toch wel voor wat bruikbaarheid op dat stukje street in Street Fighter. Het is echt een straatfiets. Hij is echt super bruikbaar. De zitpositie is ook hartstikke prima. Als je wat langer, nou, het is een ongelooflijk vies woord in deze, maar als je op de snelweg zit, dat is best goed uit te houden eigenlijk. Het zadel is hoger en dikker geworden. Afstand tot de voetsteunen is ook veel comfortabeler. Ja, natuurlijk, dat stuur maakt ten opzichte van de Panigale het grootste verschil. Maar belangrijker nog, het is allemaal te bevatten. Het heeft echt die twee gezichten die Ducati wil. Ducati wilde een supergoeie fiets om sportief mee te rijden of zelfs circuit mee te rijden, maar wilde ook comfort voor op straat. Ik zou niet zeggen dat het de meest comfortabele motorfiets is die ooit gemaakt is, maar voor een bizarre naked die het kan zijn, heeft hij eigenlijk best wel een hele praktische kant. Wat ik zeg, de zit is ruim, het stuur is goed. De dingetjes die ik dan zou missen, nou ja, die optionele handvatverwarming, dat had wel standaard mogen zijn. Er is een Multistrada V4 onderweg. Daar gaan ze een Hyde Cruise Control op zetten. Hadden ze hier dan ook op kunnen zetten als je het mij vraagt? Maar goed. Verder kan ik eigenlijk alleen maar stellen dat dit ding precies doet wat hij zegt. Heel simpel. €26.590 is heel veel geld. Maakt niet uit aan welke motorfiets je het uitgeeft. Maar als je een motorfiets zoekt die zowel bloedsnel is, stuurt als niks anders. Nou, als je een agressief uitziende motorfiets wil, heeft die ook. Wie je mooi vindt, kan hem mooi vinden. Ik ben het er niet helemaal mee eens, maar vooruit. Hij maakt wel een bak lawaai, maar ook wel echt het geluid wat je van een Ducati wilt hebben. Alles wat hij moet hebben, heeft hij. En de paar dingen die ik dan minder vind, zoals de spatborden bijvoorbeeld, en wat kleine dingetjes met de spiegels die niet breed genoeg staan. Het zijn dingen die te overkomen zijn als je ermee rijdt, want je went eraan. Maar waar je vervolgens niet aan went is die brute power en dat supergoeie sturen. Het ding is zo wendbaar als niks anders. Sneller dan, nou, zo'n beetje elke naked bike die je zou kunnen verzinnen. Maar je kunt er ook gewoon een hele dag op zitten. En dan, tja, als dat je budget is, dan overkom je al die kleine dingetjes ook wel. Want dit draait om het rijden. Dit draait om niks anders dan gewoon rijden. Meer video's van motor.nl zien? Klik dan op één van deze video's en abonneer je meteen op ons kanaal. Dan blijf je altijd op de hoogte van de laatste video's.